Welkom. Vandaag hebben we het in de 10 vragen quiz over snordragers. Aangezien het geld ontbreekt om haarwerk zelf te maken, daarmee bedoel ik de opplaksnorren, gebruik ik ons lieve model Pamela. Binnen enkele seconden snap je hoe het werkt. Ik geef 10 vragen en heb jij de juiste antwoorden? Voor vraag 1. Deze man reed in zijn serie met een Ferrari over Hawaii. Zijn snor is echt een trademark. Net als voor de meeste anderen. Helpt dit petje nog als aanwijzing? Wat is de naam van de acteur of karakter? Vraag 2. Deze snor behoort tot een grappige man. Te makkelijk? Ook hier een hoofddeksel. Vraag 3. Wauw, dit is een mooie snor, Pamela. Kunstzinnig is misschien wel de beste aanwijzing die je kan geven. Deze geblondeerde snor op 4 had wellicht van jezelf kunnen zijn. Al enig idee? Vraag 5. Deze acteur heeft meest haargroei op zijn bovenlip. 11 februari 1936 is zijn geboortedatum. Het woord dat ik wil zeggen... Bandit. Ja. Vraag 6. Deze B-acteur heeft ook een prachtexemplaar. Hij had deze gemakkelijk kunnen afscheren met dit kapmes. Wat is de naam van de acteur? Wederom een zwart-wit snor op 7. Een groot denker. Even nadenken nog. Dan op 8. Ook voor deze acteur meestal een snor. Je ziet hem vaak in een bijrol. Denk aan Tombstone of The Hulk. Nummer 9. Een combinatie met rockmuziek, jazz, experimentele muziek en eigentijdse klassieke muziek. Wie had deze thee? Op nummer 10 de laatste vraag. Kijk maar even goed. Wil je een hint? Oké, wellicht helpt deze planeet. Tot zover de vragen. Nu de antwoorden. Tja, wie laat er nou een snor staan? Er zitten allerlei ongemakken aan. Op vraag 1 is het antwoord de man die altijd op zoek is naar boeven op Hawaii. Tom Selleck, ofwel Magnum P.I. Antwoord op vraag 2 is Charlie Chaplin. Op 3 Salvador Dalí, de beroemde Spaanse schilder met prachtig werk. Laat eens wat zien. En doe er nog maar één. Antwoord vraag 4. Ja, wie oh wie? Het is Hulk Hogan. Op 5, Burt Reynolds, Smokey and the Bandit. En op 6, Machete, ofwel Danny Trio. En we gaan naar de denker op 7, Albert Einstein. En het goede antwoord op vraag 8 is Sam Elliott. De twee muzikanten op het eind zijn Zappa op 9 en Freddie Mercury op 10. Tot zover de quiz. Wil je zelf eens presenteren? Klik op de link hieronder. Dankjewel voor het kijken. Bye bye!